Dag, leuk dat je kijkt naar de nieuwe 30-daagse van Weerplaza. Juli verliep op veel plaatsen wisselvallig en soms aan de koele kant. Zien we wel veranderingen in augustus? Ik neem in ieder geval mee naar de komende weken. Ja, jullie dus vaak wisselvallig weer, maar echt koel was het niet. Gemiddelde temperatuur komt uit ongeveer op 18 of 18,1 graden. En dat is slechts iets koeler dan normaal. Met de norm van vorig jaar zou de maand zelfs als te warm in de boeken zijn gegaan. En de pluimen zien we dat zeker nog niet terug. Sterker nog, de temperatuur daalt de komende dagen iets en komt daarmee op veel plaatsen toch ruim beneden het langjarige gemiddelde te liggen. Gemiddeld voor deze periode is een graad of 22 tot 23 gemiddeld over het land. Ja, daar komen de komende dagen waarschijnlijk ook niet aan. Daarbij is het ook wisselvallig weer met geregeld buien, niet al te veel ruimte voor de zon. Ja, dus de zomer is ver te zoeken. Ook als we wat verder kijken in de 14-daagse, dan zien we dat er wat herstel volgt, maar dat de spreiding wel heel erg groot is. Koele lucht ligt in de buurt, de wat minder koele lucht ligt ook in de buurt en we zullen de komende periode ook op dat grensvlak blijven zitten. Na de 14-daagse zien we dat ook wel terug, 9 tot 16 augustus. Ja, de iets minder koele lucht ten noorden van ons land, ja, daar is het even goed koel, maar iets minder koel dan gebruikelijk. En in Frankrijk zie je op heel veel plaatsen dat het toch echt duidelijk kouder is dan gemiddeld. Wij zitten dus een beetje op dat grensvlak en dat levert ook dat wisselvallige weer op. In Zuid-Europa, daar is het juist flink warmer voor de tijd van het jaar. En met name de Balkan, ook Griekenland en in Italië zijn er delen waar de temperaturen de komende periode flink hoog zijn. En waar het ook droog is, want hoge drukgebieden bepalen daar het weer. Maar op dat grensvlak tussen die heel heet en die heel koele lucht kunnen wel echt flinke regen- en onweersbuien vallen. Met name de Alpenregio, Noord-Italië, maar ook delen van de noordelijke Balkan kunnen de komende weken toch geregeld te maken krijgen. Ja, met misschien wel noodweer, met zware onweersbuien, lokaal heel veel regen. Bij ons is het allemaal wat rustiger. Ja, de neerslagafwijking laat niet veel zien, maar neem niet weg dat het niet wisselvallig kan zijn. Maar er valt gewoon niet meer neerslag dan we gemiddeld zien in deze tijd van het jaar. Dat heeft allemaal te maken met lage drukgebieden in onze omgeving. Die zorgen ervoor dat er wat koelere lucht vanaf de oceaan ons land bereikt, maar buienstoringen daarmee ook. Boven Centraal-Europa zien we ook een beetje een lagere luchtdruk dan normaal. Maar omdat lage drukgebieden over het algemeen niet verder Europa inkomen, zien we daar dus wel drogere momenten. Het verandert allemaal wel een beetje richting de maand. De gemiddelde luchtdruk die komt wat hoger te liggen ten opzichte van de normaal. Met name boven Zuid- en Centraal-Europa. Maar boven de Britse eilanden en de oceaan zien we alsnog die lage drukinvloeden duidelijk terugkeren. En dat betekent dat het wisselvallige weer in onze omgeving wel eens wat langer stand kan houden. Maar de lage temperatuurafwijkingen die raken we dan in ieder geval tijdelijk kwijt. De zeer warme lucht uit Zuid-Europa, die grens daarvan lijkt misschien zelfs al ietsjes noordelijker te komen te liggen. Misschien wat ten noorden van de Alpen, maar of het ook echt in de buurt van ons land komt, dat is nog een beetje de vraag. Want lage drukgebieden die neigen alsnog een beetje naar om via de Britse eilanden Frankrijk te bereiken, die vervolgens dan stuk lopen tegen hoge drukgebieden boven Zuid-Europa. Dat betekent dat af en toe ja, wat koele lucht door kan sijpelen, maar dat we ook op de grensvlak liggen en het ook een beetje wisselvallig kan zijn. Heel misschien dat wat warmere lucht uit Zuidoost-Europa via een omweggetje delen van ons land kan bereiken. En dat is dan wel gelijk van die zwoele lucht wat ook wat buiig weer oplevert. Nou, het droge weertype boven Zuid-Europa, dat blijft ook in die periode gehandhaafd. Ja, ook bij ons zien we een wat droge anomalie. Misschien dat toch uitlopers van hoge drukgebieden uiteindelijk daarvoor kunnen zorgen. Maar deze periode van het jaar is ook een van de nattere in Nederland. Dus laten we dat ook niet vergeten. Iets droger dan normaal betekent dus niet dat het helemaal droog blijft. Ja, een duidelijk natter weertype voor de Britse eilanden. Maar dat komt omdat daar dus die lage drukgebieden dichterbij liggen. De temperatuurafwijking voor daarna, ja, dat lijkt heel veel op de week daarvoor. Een licht negatieve temperatuurafwijking in Frankrijk. Daar dus iets koeler weer dan gebruikelijk. De hogere temperaturen nog altijd in Zuid- en Zuidoost-Europa. En misschien met een omweggetje dus ook wat hogere temperaturen boven de zuidelijke delen van Scandinavië. En misschien ook delen van de Noordzee. Het weertype wat erbij hoort, ja, dat is wel in ieder geval een wat wisselvallige weertype. Lage drukgebieden komen misschien toch weer wat verder het Europees continent op. En als af en toe wat van die warme lucht doorsijpelt, kan dat meteen flinke regen- en onweersbuien opleveren. En als dat in meerdere van dat soort berekeningen gebeurt, dan gaat het model ervan uit dat het misschien toch natter wordt dan gemiddeld. Maar dat betekent niet dat het elke dag nat is. Want valt een zware bui, dan levert dat heel veel neerslag op. En is dat voor een week tijd, ja, veel meer neerslag dan normaal. Maar als het vervolgens de 6 dagen daarna helemaal droog is, ja, dan hoor je natuurlijk niemand klaar. Dus voor deze periode is het ook erg onzeker. Daarnaast komt ook eind augustus het orkaanseizoen op gang, is de verwachting. En dat kan ook een korte tijd het weer in ons land en in onze omgeving heel sterk beïnvloeden. Dus dat maakt de weersverwachting voor eind augustus ontzettend onzeker. Ik wens je verder nog een fijne dag.